Ik was met iemand aan het praten en ik zeg, weet je wat het verschil is tussen oud geld en nieuw geld? Nou, toen zei die persoon, oud geld is geld wat al belangrijk is en nieuw geld is nieuw geprint. Dus ik moest een beetje lachen. Ik zeg, je bent wel ontwetend, maar ik ga het je uitleggen. Oud geld is 15 generaties lang rijkdom in de familie. Dat is oud geld. Of ook wel, oud geld is een familiekapitaal dat meerdere generaties in de familie is. Toen zei hij, oh. Ik zei tegen hem, wil je ook weten wat nieuw geld betekent? Toen zei hij, ja, leg maar uit. Ik zeg, nieuw geld is vaak mensen die de loterij winnen of mensen die hard werken, slim werken, het geld voor hen laten werken, daarmee rijk zijn geworden. Zoals bijvoorbeeld de Kardashians is nieuw geld. Nieuw geld pronkt graag met hun luxe spullen. Dat is nieuw geld. En oud geld, zoals George Kelder zegt, oud geld blijft bescheiden. Die zal niet zo te koop mee lopen dat ze heel veel geld hebben. En die worden ook minder beroofd. Oud geld zeilt. Nieuw geld heeft een motorjacht. Oud geld drinkt een glaasje wijn. Nieuw geld weet niet anders dan champagne en Zeeuwse cruisen. De woorden van Jort Kelder. Ook heb je veel series over oud geld. Het Koningshuis is vaak ook oud geld. Nieuw geld is een term voor een persoon die in korte tijd tot een hoger welvarend niveau is opgeklommen en zijn of haar geld op een demonstratieve wijze uitgeeft. Dus een beetje te veel.